Ik ben Vivian. Ik ben hersenwetenschapper, heb de Nationale Denktank gedaan en ik werk nu bij AIEF. Dat is een organisatie-adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken en een van de structurele partners van de Nationale Denktank. Voordat ik de Nationale Denktank ging doen, was ik bezig met een PhD in neuroscience. En ik vond het heel nuttig wat ik daar aan het doen was. Maar ik had niet het idee dat ik als individu echt maatschappelijke impact aan het maken was. Dus heb ik mijn PhD even on hold gezet en ben ik bij de Nationale Denktank begonnen. Wat ik aan mijn PhD heb gehad tijdens de Denktank, was dat ik tijdens mijn PhD al heel vaak met professors heb moeten praten. Dus dat het tijdens de Denktank ook voor mij niet zo spannend of eng was om met hele belangrijke mensen aan tafel te zitten. Wat ik tijdens de Denktank heb geleerd is hoe je, als je een idee hebt, dat idee ook echt in de praktijk kan brengen. Het leukste moment tijdens de Nationale Denktank was de presentatie bij het ministerie van de OCW. Er waren toen heel veel beleidsmedewerkers en ook de minister kwam uiteindelijk nog langs en die vertelde toen tegen iedereen dat de oplossingen die wij hadden bedacht echt belangrijk waren en ook dat mensen ze serieus moesten nemen en moesten kijken hoe ze geïmplementeerd konden worden.